Ik heb gisteren niet mijn adventskalender opgemaakt en ik moet hem vandaag nog doen. En ik ben aan het racen. Dus, ja, ze is een man. Dus ik kan niet stoppen nu. Wij zijn ondertussen gezellig met Kelly. Dat is Ja, dat was wel gevlogen. Oh, wat leuk! Jee, hij staat! Hey, een cadeautje! Kaylee is er natuurlijk nog. En de kerstboom is al klaar natuurlijk, zoals mama het laat zien. En wat gaan we eten? Wij eten... Goedemorgen, het is zondagochtend en ik lig nog even lekker in bed. Ben nog wel even wakker. Zo, Marco zijn al naar beneden. Maar af en toe vind ik het gewoon lekker even nog onder mijn dekje. Lekker warm. Alleen, Sarah loopt net naar boven. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Maar we gaan vandaag kerstjes sieren. Jee! Maar Kaylee komt. Kaylee komt eigenlijk elk jaar. Ik hou wel van het versieren, maar het versieren zelf hoeft voor mij niet. Kaylee vindt het leuk en Sarah en Kaylee vinden het samen heel leuk om te doen. Dus hè, perfect. Maar ik heb het gevoel dat Sarah boven kerstbord aan het zoeken is en het al wil gaan doen. Maar ze weet dus niet dat Kaylee daar komt. Ik hoor heel veel Harry. Moppie! Sarah, wat ben je aan het doen? Niets. Wat zeg je? Wat ben je aan het doen, Mop? Ik heb me gedoucht, ben aangekleed. En we hebben lekker kerstmuziek op staan. En zo leuk. Want we gaan zo versieren. Maar Sarah weet het nog niet. En die wil elke keer van alles doen. En die is een beetje boos. Dat ik elke keer zeg, nee, geen troep maken. En die heeft echt zoiets, waarom mag ik niet spelen? Maar ja, Kaylee komt zo. En als alles overal ligt, dan gaat dat niet. Dus ik zou komen. We gaan even zondag gaan het huis maken. Ik heb gisteren niet mijn adventskalender opgemaakt. En ik moet hem vandaag nog doen. En ik ben aan het racen. Dus, ja, ze is een man. Dus ik kan niet stoppen. Dit is nummer 5. Gaan we kijken wat erin zit. Ik weet wel wat erin zit. Oh, je hebt al gespiekt. Ik niet. Oh, lekker. Handlotion. Ja, handlotion. En je mag er 6 ook opmaken. Ja. Dus deze is nog van gisteren. Lekker. Wacht, kijk. Lekker. Heb je gezien? Nee. Oh, hier. Ik vind het design ook heel mooi met die bloemen. Ja. En ik vouw hem elke keer dicht, want dan ziet de kalender er mooi uit. En hier hebben we nummer 6. Die gaan we ook even openmaken. En dat is lastig met één hand. Even kijken. Hier bij de finish. Goed zo. Zal ik het doen? Oh, ik heb hem al... Ik weet het. Hij scheurt helemaal. Oeh, weet je wat dat is? Ja, wat een dan? Veger. Een veger, een nagelborsteltje. Nagelborstel. Ja, dat is fijn, hè? Ja, dat kan je hebt er nooit genoeg hier in huis, dus kom maar. Dus kijk, dan kan je hem zo doen. Ja, dan kan je hem zo in je hand houden. Dat is wel fijn, hè? Ja, het is gewoon zo. Ja, en dan kan je zo doen. Je nagels schoonmaken. Top. En raad eens, wie is er voor mijn verrassing gekomen? Het is Kaylee! En we zijn weer samen. En we gaan de kerstboom verseren. Yay! En wat krijg ik net te horen? Welke kleuren doen we dit jaar in de kerstboom? Roze en goud. Roze en goud? Oh. Wij zijn ondertussen gezellig met Kaylee. Dat heeft wel gefilmd. Heb je dat al gefilmd? Ja, dat was wel gevlogen. Oh, wat leuk. Dat wist ik niet. Toen was ik zeker nog kerstboelen boven aan het halen. Ik ben ook helemaal buiten adem ervan. Maar ik had net al heel veel gesjouwd. En ik ben kort oud. Maar dan laten we het zelf zien. Nou, helemaal leuk, helemaal leuk, helemaal leuk. En we gaan de kerstspullen neerzetten. Sarah en Kaylee gaan de boom neerzetten. En ik ga uit de oude kerstspullen zoeken wat we dit jaar wel willen gebruiken. En de nieuwe kerstspullen helemaal klaarleggen.
Ik ga denk ik op tafel zo neerleggen wat er allemaal in de boom kan voor jullie. Want ik heb nog wat roze dingen had ik toevallig al. Dus die moet ik uit de oude kisten en lampjes al dat soort dingen zoeken. Oh, ideaal, jij weet na al die jaren gewoon hoe mijn boom werkt. Ja. Niemand krijgt mijn boom ooit in elkaar, behalve ik. En jij ook niet. Maar dit is hoeveel jaar lang? Ik ben één jaar heb ik gemist, toen zat ik in Spanje. Ik denk dat je vanaf haar tweede de boom, dus dat is vijf, dan de vierde jaar. Ja, vierde, ja. Alleen die lichtjes. Dat is, jij bent de enige die dat kan, echt de enige. Ja, echt heel stom, anders je krijgt ze er gewoon niet. Nee, maar ik heb het gemerkt vorig jaar. Volgens mij kun je dat terugzien. Als jullie terugkijken op de vlog van vorig jaar, dan zie je ook dat wij hem samen optuigen. Nou, die lichtjes, ik weet niet hoe ze dat doet, maar... Nee, als je ze op een andere manier erin doet, krijg je in de helft van de boom geen lampjes op de een of andere manier. Ja. Niemand komt uit, behalve ik. Ik weet wel. Oh, zeg ik even op de... Ik ga denk ik even een timelapse maken van wat we allemaal aan het doen zijn vandaag. Ja, ik heb ze net nog even onder gestofzuigd. De boom staat, de andere versiering is er. Ja, we gaan zo kerstfilm kijken. We gaan geen kerstfilm kijken. Zo. We gaan meer mensen kijken. Nou, nee. Ik ga de boom laten zien. Alleen, ik heb een kerstrok, die is nog besteld. Die zit er nog niet onder. Maar goed, de boom staat en ik vind hem zo leuk geworden. Kaylee is er natuurlijk nog en de kerstboom is al klaar natuurlijk, zoals mama het laat zien. En wat gaan we eten? Wij eten pizza! En dat gaan we helemaal zelf maken. Ik heb er echt heel veel zin in. Zo, en nu gaan we de pizza maken. Oh, oh zo, salami jubanya. Hier ga ik in kleine stukjes over mijn pizza doen. En ik heb echt zo veel zin hierin. Wat stinkt? Stinkt gewoon. Salami? Nee. Wat dan? Ik heb trillingen. Wil je nog een klein stukje kip? Ja. Anders zul ik hem wel op termijn hebben rekenen als er niemand wil. In principe is mijn pizza goed. Maar één pak. Oké. Het stinkt naar kaas.
Wat plak dan? Ja, jij moet dus die kaas een klein beetje verspreiden, want anders wil je dadelijk weer niet eten. Zij ligt op bed, Katie is naar huis en wij gaan Penosa kijken. Die is natuurlijk al wat ouder. Marco heeft wel het eerste seizoen, of de eerste twee, wat was het? Twee seizoenen gekeken. En ik nog helemaal nooit. Dus die gaan we kijken. En dan kunnen we Married at First Sight opsparen. En allemaal achter elkaar meer kijken. Dus dat is leuk. Oh, ja. Ja. Dus ja, daar heb ik wel zin in. Ik ben wel benieuwd. Ik heb geen idee of ik het wat ga vinden. Maar ik ben benieuwd. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Oh, Penosa. Ja, ik vond het best wel leuk. Dus ja, ik ga wel nu echt slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!